we maken muziek onder naam Banner. Maar vanavond niet. Vanavond zijn wij gevraagd om de avond voor jullie te hosten. En dat is best wel een eer, want we hebben dit eigenlijk nog nooit gedaan. Het is de eerste keer. Vorige week, de eerste halve finale, was echt de eerste keer. Maar het is nog steeds nieuw en spannend. Maar ik denk, met een publiek als jullie, kan het niet anders dan een geweldige avond worden, toch? Ja! Nou, dit is enthousiaster dan vorige week, dus we doen het al beter. En je hebt ons weer mooi ingedekt, want als we fouten maken, dan komen we ermee weg, hopelijk. Precies, precies. Hey, het is vanavond goed om te weten dat jullie invloed hebben op het stemmen en wie er doorgaan. Als je binnen bent gekomen, heb je een bandje gekregen en die kan geel zijn of paars. Dus kijk maar even naar je pols welke kleur je hebt. Als die paars is, dan zijn jullie stemmen voor 25% leidend vanavond. En als je een geel bandje hebt, dan ben je een muziekprofessional. En dan telt jouw stem zwaarder. Jullie stem is namelijk voor 50% geldend. Dus het gaat een spannende avond worden, want de overige 25% die is al gestemd thuis. Wow, dat was geen Nederlands. Nog één dag hou ik het bij mij. Geef me nog één dag, ik ben er bijna. Maar tot die tijd wordt mij. Dans ik steeds weer door de regen, proost ik door op hoop van zegen. Tegen beter weten in, wil ik het allemaal. Komen na vorige week. Maar het is mijn favoriete onderdeel. We hebben namelijk allemaal vragen voor jou bedacht die niks met muziek te maken heeft. Waardoor we niet de artiest zulke zien, maar de persoon achter de artiest. Het is vreselijk. Nee, het is geweldig. Het is vreselijk. Het is de bedoeling dat jij ze zo snel mogelijk beantwoordt. Dan vraag ik aan onze DJ of die leuk muziekje hier wil starten. En dan wil ik aan jou vragen, ben je er klaar voor? Nee. We gaan het toch doen. Wat staat er bovenaan je bucketlist? Wacht, laat me nadenken. We slaan er even over. Okay. Je mag 1 miljoen euro geven aan een goed doel. Waar gaat het heen? Kinderen met kanker, ik weet het niet. Oké. Wat is je favoriete snack? Chips. Oeh, dat is lekker. En Mentos natuurlijk, hè? Ja. En Mentos. Je hebt me echt wat tevoren gedaan. Wat was je slechtste vak op school? En hier ben ik heel benieuwd naar. Je staat in de file en je moet nodig plassen. Wat doe jij? Ik heb deze vraag ook maar gewoon van internet geplukt, mensen. Wat was je... De drie dingen die je niet zonder kunt? Risotto. Hoe? En... Mijn rooster. Mag ik een groot applaus voor Silke, dames en heren? Zeker weten, Silke. Nou, nu snappen jullie ook meteen waarom ik dit in de... gefixt is. Dus daarover gesproken mag ik even één keer een heel hard applaus voor alle mensen die al de hele dag heel hard aan het rennen zijn om deze dag te organiseren. Yes. En dan gaan we door naar de volgende act. En de volgende act maakt muziek voor nachten van blauw tinten. Nachten van nat geregende asbakken en oorverdovende heimwee. Nachten die oogverblindend, oorverdovend en zenuwslopend zijn. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat worden, Bart. Klinkt veelbelovend. Laat jezelf wegleiden in dansbare depressie, galmende synthesizers en zang vol temperament. There's an echo of her scream in that place. The coffee lost its warmth. She knew she played with fire.
Kom erbij, kom erbij. Wat een sfeer, je zat er goed in. Ging het lekker? Ja, dat ging best wel lekker. Ja, vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Vond jij het leuk? Ik vond het heel nice. Super nice. Ja, want we zijn ook de bellenblaaskun die... Die deed het echt. Dat was wel het hoogste. Dat was een item, joh. Hey, stel nou dat jullie de Mentor Scholingprijs van Nederland winnen. En jullie hebben straks die 10k prijzen gehad. Wat gaan jullie daarmee doen? Heb je al een plan? Platen opnemen. Kijk. Ja, in Berlijn. In Berlijn? Ja. Nice, oké. Okay. Nou, dan kan je het goed maar misschien ook wel even op vakantie. En je kan best wel vaak op vakantie gaan met ons. Tuurlijk. Ja, maar dat heb je dan ook verdiend. En heel eerlijk. We zijn al over de helft van de avond, hè. En wie het een beetje nice hier vanavond? Dat dacht ik wel. Hey, we willen eventjes gaan kijken, want jullie hebben zo'n polsbandje om, hè, waarmee jullie kunnen stemmen. We gaan even kijken hoe het ervoor staat met de publiek stemmen. Dus Bart die staat daar zo. Hallo. En ik ga even kijken wie er nu aan het kop staat. Hey, wat leuk dat jullie terug zijn. Nou, dat is top. We gaan even kijken, want als het goed is kan ik hier ook een tussenstand zien. Het ziet er best wel gelijk uit, maar volgens mij is er een kleine voorsprong nu voor Terrence Goodman. Je hebt een hoop vrienden meegenomen. Ja. Waar staan die allemaal? Hier, daar. Nice. En als je nou niet doorgaat, hoe ziet je avond er dan uit? Ook heel veel bier drinken. Ook heel veel bier drinken. Ik denk dat het wel goed komt en anders help ik je wel even een handje. Wie gaat er vanavond stemmen op Merit? Ja, dames en heren, dan is het weer tijd voor onze quickfire ronde. We gaan jou een aantal random vragen stellen die niks met muziek hebben te maken, maar waardoor we jou wel beter leren kennen. Robin heeft ze uitgezocht, ik niet. Het zijn hele slechte vragen, dus dat weet je wel vast. Mag ik het quickfire muziekje van jou? En je moet ze zo snel mogelijk beantwoorden, dat is het idee. Oké, gaan we. 1. Als je een dier zou moeten zijn, welk dier zou dat zijn? Een aap. Liever het strand of het bos? 100% de stad, echt far. Oké, favoriete vakantieland? Italië. Iemand biedt 1 miljoen euro voor je hond als je hem hebt. Zou je hem verkopen? Nee. Oké, goed zo. Wat is je favoriete eten? Iets Marokkaans. Welk vooroordeel hebben mensen over jou? Dat ik alleen maar zwart draag. Nou, we kunnen zien dat duidelijk niet waar is. En wat voor koopsnaampjes gebruik jij met je vriend of vriendin? Mezelf? Die met je vriend of vriendin gebruikt. Hoe noem je mij? Met je partner? Heb ik niet. Oké, nou, top. Dan hebben we genoeg. Nog 1 keer een super groot applaus. Mary Charlie. Dankjewel. En dan wil ik jullie nog heel eventjes vragen. Het lijkt ons leuk om deze gezellige avond met z'n allen even vast te leggen. Dus ik wil met jullie allemaal op de foto. En als jullie ook allemaal lief willen lachen. Kijk hoor, is de fotograaf. Ja, die springt nu het podium op.
als je jezelf... De laatste act van deze halve finale. Kijk, de energie zit er nog goed in. Ja, ze zeggen altijd... Muziek te maken hebben, om jou wat beter te leren kennen. Het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk antwoord geeft. Ik denk dat het concept wel duidelijk is inmiddels bij act nummer 5. Daar gaan we! DJ Reload, zet het muziekje maar in! Waar schaam jij je wel eens voor? Oké. Heb ik ook, ik krijg ook inhaal en zo. Nou, wat wilde je vroeger worden? Taalleraar, maar ook zanger. Oké, en waar ben je bang voor? Dat het niet lukt. Dat wat niet lukt? Ja, gewoon even zien. Ah, en hoe laat gaat 's ochtends jouw wekker? Gaat heel vaak. Hij gaat heel vaak, je bent zo'n snoezer. Ja, ja. En doe je aan sport? Ja, zwem een beetje en skiën. Oké, en de allerlaatste vraag. Wat is je favoriete game of gezelschapsspel? Momenteel Risk. Risk? Ja. Oké dan. Mogen we nog één keer een groot applaus voor de allerlaatste ex van vanavond? Marlies de Boer! Ja, dames en heren, dan was dit de laatste ex van de avond. Dat betekent dat we nog meer bij, want het is een mooi, spannend, intiem moment. Ik denk dat het klaar is voor de uitslag. We gaan achter ons op het scherm kijken. Als eerst gaan we alle acts in alfabetische volgorde zien. Don't get your hopes up. We beginnen met de stemmen van de mensen thuis. Online hebben zij meer dan 250.000 keer gestemd in de Sounders Music App. Hun stemmen tellen voor 25% mee vanavond. En we gaan ze nu zien op het scorebord. Ze lopen op. Zo! Dit is close. Dit is heel close. We gaan nu door. Naar de stemmen van het publiek. Jullie hebben vanavond allemaal gestemd bij de stemkastjes. En het gaat heel spannend worden. Hoe is het nu met de zenuwen? Ja, zullen we gewoon verder gaan? Silke heeft 27 punten verdiend van de mensen vandaag in de zaal. Meryl heeft 44 punten gescoord en staat nu bovenaan de lijst. Wow! Lans Priester, 64 punten van de mensen hier in het publiek. Cloud Cuckoo heeft er 30 punten bij en het is nog steeds spannend. Wat heeft Dennis gehad? 85 punten! De meeste stemmen vandaag in Tivoli Vredenburg zijn.
de helft van de stemmen gehad. We gaan over naar de stemmen van de muziekprofessionals. Die tellen voor 50% mee. Dus alles kan nog gebeuren. En het is ongelooflijk close. Het is echt heel close. Er kan echt nog van alles gebeuren. We gaan langzaam kijken naar de eerste stemmen van de professionals. Komen er langzaam bij. En dan gaan we weten welke twee acts er doorgaan naar de finale. Er is maar plek voor twee. Dus welke twee staan er zometeen bovenaan het scorebord? We gaan kijken naar de eerste score. Terrence Goodman, 96 punten. Sorry, ik zei verkeerd. En we tellen natuurlijk heel langzaam op om het spannend te houden. We houden jullie graag nog eventjes hier. We houden de spanning vast. Ja, blijft die bovenaan. Silke, 58 punten erbij. En daarmee gaat ze omhoog in het klassement. Ja, voor degene die straks niet bij de 2X hole die meteen doorgaan in de finale, niet getrukt. Jullie maken nog kans op de Q Music Wildcard. Die wordt bepaald door de jury en de Q Music luisteraars. Duimke Koel, 58 punten erbij. En we klimmen langzaam omhoog. Ik zie veel gespannen mensen hier zo in het publiek staan. Ik vind het ook spannend. Ik ben heel benieuwd. Darren staat boven. Ja! Gefeliciteerd, gastpriester in keur aan Terrence Goodman. Hoe gaat het naar de finale?